Vrienden, welkom weer bij een gloednieuwe video hier op Extreme Rides. Het is prachtig weer en wij hadden zin in kermis. En wie zijn wij? Hoi! Ja, Patty is er weer bij. Patty had er ook zo heel veel zin in, zeker toen ik vertelde dat er een breakdance stond. Ja. Maar Patty wil namelijk een beetje meer gaan genieten van de kermis in de toekomst. Elke kermis steeds een beetje meer. Deze kermis wordt ter ere van Koningsdag gehouden. Het is dus niet zo'n hele grote kermis, zoals de meeste kermissen niet, rondom Koningsdag. Vroeger, toen het nog Koninginnedag was, heb ik 15 kermissen op één dag kunnen doen. Zoveel kermissen zijn er hier in de Randstad. Barendrecht, Hendrik Ido Ambacht, Capelle aan het IJssel, Krimp aan het IJssel, Rotterdam, Delft. Alles heeft hier kermis. Leiden, Oegstgeest, Voorschoten, Den Haag natuurlijk daar, zelfs twee keer kermis. Qua kermis is er echt ontzettend veel te doen rondom Koningsdag. Hier ja, aan deze kant van het land, mocht je niet van Noord-Holland of Zuid-Holland komen. Zeker de moeite waard om een paar van die kermisjes te pakken. Maar zoals je ziet is het dus nu geen Koningsdag. Het is hartstikke rustig. Het is een woensdagmiddag. Maar zoals gezegd, de zon schijnt. Dus wij gaan even goed genieten. De eerste zaak die we tegenkomen en zien draaien is de Cyclone van Van Reken. Midden op een kermisterrein vinden we de Euroflyer als hoge zweefmolen. De autoscooter, New York Taxi Company, Central Park. Die komen daar nog een keertje tegen Central Park. En hoe kan het ook anders op de baan? Patterson, New York, wagentjes. Zie haar stralen. Van de Weert staat hier. Altijd een heel mooi funhouse om te zien. Ja. We gaan nog eens even een rondje doorheen lopen. Kijk, dat doen ze wel, hè?
moet je even oppassen voor de hoge afstand. Dit was de kermis van Barendrecht. Er is hier nog een kermis in de buurt, daar gaan we nu naartoe. En ze zijn alweer op de volgende kermis. Deze van Hendrik Ido Ambacht. En de Efteling staat er ook heen. Autoscooter. Hey, joh. Op deze kermis is niet alleen een autoscooter aanwezig voor de grote mensen, maar ook voor de kleine kinderen. De Triple X Tripride met schouderbeugels. Daar heb ik nog niet zo heel erg veel van zien in een heel schouderbeugel. Fietspark heeft er natuurlijk ook nog. Maar buiten deze hier kan ik niet even 1, 2, 3 eentje bedenken. KLG heeft natuurlijk die andere banken erop gemaakt, maar de meeste zijn er gewoon nog met een stang ervoor. De Crazy Slide is een glijbaan zoals je die vaker ziet er wel op de kermissen, zeker ook in pretparken. Maar hij is niet zo in trek lijkt het wel vanavond. En tenslotte de Cakewall van Cameron. Ze breekt je nek en ze blijft lachen. Oh, die is helemaal blauw. Oh, ja, ik zie het, ja. Oh, jee. Jij, nou, we hebben de titel wel. Pitty rond op de kennis. Hey, bedankt voor het kijken. Ik ga er even voor zorgen. Ik ga er even troosten. Ik zou zeggen, tot de volgende video. Zijn we weer bij Kermis Pretpark. Dat weet ik vandaag. Tot dan weer.